tegen jullie. Fien is er ook bij, maar die staat zeg maar aan het filmen. Dus we doen even apart. Maar zoals jullie waarschijnlijk aan de titel hebben gezien, hebben we alweer een deel 3 van de Life Hacks. En want die werden gewoon supergoed ontvangen. En dit keer hebben ze ook allemaal zelf bedacht. Want de eerste keer hadden we ze een beetje met badenpraat vergelijkt. Maar de tweede keer was ook heel erg leuk, want toen hadden we best wel originele Life Hacks. En vandaag ook. Vandaag hebben we er volgens mij 6, geen 10, want ze waren best wel lastig om te vinden. Maar hopelijk vind je het leuk en laten we beginnen met de eerste Life Hack. Oké, de eerste Life Hack is een soort van rekje. Er komt, als het goed is, een foto zo meteen in beeld. Maar dat is een soort van rekje en dat kan je achter je auto zetten en dan kan je je zadel of dekje of wat dan ook overheen hangen. En dat is heel handig als je bijvoorbeeld in je trailer, daar heb je normaal een apart kamertje zeg maar om je spullen in te leggen. Maar stel je hebt dat niet en je kan je zadel daar dus niet kwijt, dan kun je dat gewoon achter je auto zetten. En dat is super handig om je zadel mee te nemen. Ja? Ja. Ja? Oh, zet hij al aan? Ja. Nou, de tweede Life Hack is eigenlijk niet echt dat bestaat. Maar het is wel grappig, want ik zag daar een foto van op het internet. En dat is dus... Maar dat is dus een Life Hack dat je een paard... laat zwemmen in een rondje en een soort van aquagym. Dus als het zou zijn, dan zijn er... Hallo. Laat het even doen. Nou, Life Hack nummer 2 is niet echt een echte Life Hack, maar het zou wel leuk zijn als het zou bestaan, want dan zou het wel een Life Hack zijn, snap je? Maar het is dus... er komt nou even een plaatje in beeld. Zoals je net gezien hebt, is dus een paard die in een zwembad zwemt. En dat zou dus super grappig zijn, want dan hebben ze aquatraining. Alleen, het kan nog niet echt bestaan, want hoe komen ze dan uit en in? Maar het zou wel echt super handig zijn. Oké, de derde Life Hack is een soort van kratje-achtig iets. Ja, er komt nu een plaatje in beeld. En dat is echt super handig natuurlijk, want als je bijvoorbeeld een paard hebt en die staat heel ver van de zadelkamer af, bijvoorbeeld op een manege of zo. En je hebt geen zin om altijd heel ver te lopen met je zadel en zo. Dan kun je gewoon aan dat soort van kratje met rekjes, zeg maar, kun je gewoon je zadel hangen en andere spullen die je nodig hebt. En dan hoef je niet zo ver te lopen met een zwaar zadel, maar dan kun je het gewoon rijden en dat is super handig. Dus ja. Flora heeft een familielid gevonden. Tadaam. Oké. Ja. Nou, dan blijf ik nummer 4. En dit is super handig als je paard of pony aan een boom of aan je hek van de wei gaat knagen. Ja, kijk, hier zo in onze wei staan een paar van die bomen. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar ze hebben zo heel die schors eraf geknaagd. Ja, vertel verder. En daarvoor is dit wel handig. Je moet dan gewoon zeep overheen doen. En natuurlijk niet te veel, want dat is niet goed. Maar als ze er even dan in happen, dan proef je natuurlijk al gelijk dat het vies is. Dus zo stoppen ze ermee. Maar stel je vindt het niet erg dat ze aan de bomen knagen, dan hoeft het natuurlijk niet. Maar bij soms, als je te veel krijgt, is het niet goed voor je pony. En sommige amnesiërs vinden dat gewoon niet mooi. Dus dat is super handig te doen. En dan lijf ik nummer 5 alweer. En dat is een hoevenkrabber met een lichtje. En als je dan bijvoorbeeld 's avonds een keer naar je pony wil gaan en het licht, je ziet het niet zo goed zijn hoef, dan heb je dus een lichtje zodat je het weer goed kan zien. En dat is echt super handig natuurlijk, want dan kun je goed alle plekjes en alles uitkrabben. Dus ja. Dan Life Hack nummer... Dan Life Hack nummer 6. Oké. Dat was de vorige keer ook bij Life Hack nummer 6. High Flag. Oké. Dan High Flag nummer 6. Je zei High Flag. Dan Life Hack nummer 6. Wat was die ook? Die hebben we met de haak. Dan Life Hack nummer 6. En dat is een Life Hack voor als je een emmer hebt en je wil hem ook als voerbak gebruiken. Ik zal even een plaatje in beeld laten komen. En zoals je ziet is dus dat je een clip eraan maakt en hem dus zo heel makkelijk kan ophangen. En zo kan je Emma overal ophangen waar je wilt en je kan je pony overal eten. Top! De laatste Life Hack alweer. En dat is zoals je kan zien, komt het plaatje in beeld. Een zadelhoes en daaroverheen kan je de single leggen. En dan zitten er van die zakjes in waar je dan het uiteinde van de single in kan doen. En dat is echt super handig natuurlijk. En dat willen wij zelf eigenlijk ook heel graag hebben.
Dit waren dan de 7 lifehacks. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Doe dan allemaal een blauw duimpje omhoog. En abonneer hier beneden op ons kanaal. Als je nieuw bent. En je kan ons ook volgen op Insta. En kijk ook even op onze website. Want misschien wil jij nog wel een leuke rosette bestellen. Dat kan dan. Met ons logo erop. Ja, en je kan ook, want er staat zeg maar dat je een mailtje moet sturen. Maar je kan het ook via Insta DM doen. Ja. En ja, doe dat dan zeker. Inderdaad. En dan zien we je de volgende keer weer. Doei!